organisatie van de Bossenmarkt. En ik vond het zo leuk om een keer naar Vinky en de chocoladefabriek te gaan. Dat is hierachter. Ga eens even kijken of dat Joost er is. Zodat we even met elkaar meer te weten komen. En over de chocolade die hier gemaakt wordt. En of dat echte chocolade die op de Bossenmarkt ligt. Ook daadwerkelijk hier zelf geproduceerd gaat worden. En misschien dat ik zelf ook nog iets mag maken. We gaan even naar Vinky en de chocoladefabriek. Ik ben op zoek naar Joost Vink in de chocolaterie. Hij staat daar bij een chocolademachine, maar misschien heet die machine wel heel anders, dat ik hem helemaal niet zo mag noemen. Een chocolatereur of zo, weet ik veel. Hallo Joost. Hey Nol. Je bent druk bezig. Cijfers zie ik, maar je bent cijfers malletjes aan het maken met cijfertjes. Ja, ik ben nou chocoladecijfertjes aan het gieten. Die gieten we altijd een aantal vooruit voor de chocoladewebshop. Oké. En waarom cijfers dan? Is dat voor iemands leeftijd of zo? Ja, mensen kunnen dus op de webshop kunnen de mensen een chocoladekaart bestellen. En op die chocoladekaart kan dan een cijfer komen te staan van 0 tot 99. En dan kunnen ze ook weer een foto bij geplaatst krijgen. Dus helemaal custom made, ja. Een cadeautje uit chocola? Helemaal uit chocola, wat de klant dus zelf wil. En hij wil daar bijvoorbeeld een jubileum aanhangen over verjaardag van zeg maar, ik noem maar het al 25. En tussen die 2 en die 5 zit er dan een leuke foto erbij in witte chocolade van de desbetreffende klant die dat zo besteld heeft. Ja, want ik ben eigenlijk, de aanleiding is de Bossenmarkt, het programma waar we nu in zitten. Ja. Jij staat op de Bossenmarkt, je zit in de organisatie van de Bossenmarkt. Ik dacht, ja, hij kan allemaal wel zeggen dat hij die chocolade zelf maakt, maar dat wil ik zien, hè? Ja, nee, maar dat is echt zo. Ja, ik zie het. Ja, hoe heet zo'n nou machine? Ik noemde net de chocolademachine. Dit is een tempereermachine. Een tempereermachine? Ik zal even de trilplaat even uitzetten. Het is een tempereermachine. Met de tempereermachine doen wij de chocola voorsmelten op 45 graden. En om de chocola weer op de juiste giettemperatuur te krijgen, dat is 31 graden, doen we hem hiermee. En noemen ze eigenlijk de tempereren. Doen wij hem dus afkoelen naar 31 graden. Heeft hij de juiste giettemperatuur, wat hij dus nou heeft. En dan gaan we gieten. En vanuit het gieten gaat het de koelcel in. Dan moet het afkoelen. En daarna komt het product uit het malletje. Ja, want als ik zie daar die straal, een chocoladefontein, daar vang je het mee op. Kun je nog eens even zo'n ding laten zien? Dit is dus om de chocola mee op te vangen. Ja, dat is nummer 8. Dus... Het wiel dat draait rond om de chocola in beweging te houden. Want anders gaat het stollen? Hij gaat stollen. Hij zit nu op een stoltemperatuur. Dus als ik het nou dus machine uit zou zetten, dan zal hij na verloop van tijd, niet meteen, maar na een uurtje, anderhalf uur, kun je zien dat de bovenlaag helemaal hard gaat worden. Dan gaat hij stollen. Nou, dus die machines gaan eigenlijk nooit uit? Die staan dag en nacht aan. Dus de temperatuur sowieso. Want als ik dadelijk stop, dan jaag ik hem naar de 45 graden. Dan ga ik mijn chocola, mijn suikerkristallen weer op nul brengen. En dan is hij weer op een soort bewaartemperatuur. Maak je hem wel eens helemaal leeg om het keer weer goed te reinigen? Normaal gesproken, in de drukke periodes, dan gaat zo'n machine 2-3 keer per dag helemaal vol. Dus dan gaat hij leeg en dan wordt hij continu aangevuld. We hebben dan warmtekasten waar we de chocola voorgesmolten hebben staan. Dus dan hoeven we de chocola zomaar bij te vullen. En dan gaan we dus weer opnieuw van 45 graden terug naar die 30, 31 graden. Omdat we de juiste temperatuur hebben. En dan gaan wij het product weer maken. En met deze machines, want ik zie hier puur melk en ik zie daar een witte chocolade staan. Met deze machines maak je ook de bonbons die je op de markt verkoopt? Daar maken we ook de bonbons mee. Wordt niks ingekocht bij jullie? Nee, nee, nee. Allemaal zelf? Alles wat wij hebben maken we zelf. Vanaf wanneer gebeurt dat dan? Terug in de tijd? Terug in de tijd, ja. Mijn vader is daarmee begonnen. Een jaar of 35 geleden. Voorheen was het eigenlijk dit was eigenlijk de oude broodbakketbakkerij van mijn opa. Die is hier vroeger is ooit begonnen met koloniale waren in 1928. Dus eigenlijk begint het al in 1928? In 1928 is opa hier begonnen. Je had hier zijn bakkerijtje voor een winkeltje. En daarna zijn we naar bakket overgegaan. Toen een hele periode eigenlijk helemaal niks. Tenminste niet in dit pand. Hadden we in Schijndel hadden we dus wel de chocoladeproductie al. En sinds een jaar of 8-9 hebben we het pand helemaal opgeknapt en verbouwd hier. En vindt hier alleen maar chocoladeproductie. En hoe noemen we deze ruimte? Is dit een chocolaterie? Of is dit een fabriek of hoe moet ik dat zien? Chocolaterie, productieruimte. Het is eigenlijk, ja, ik noem het de oude bakkerij.
in een nieuw jasje gestoken. Want wat we hier maken, we maken hier alleen maar chocoladeproducten, verder is helemaal niks. Ja, maar dat is heel uiteenlopend. Hè? Want nu heb je een website, hoe heet die website? De website die heet, ja, ik heb een website Chocolaterie Vink, maar we hebben een webshop. Die bedoel ik, ja. De webshop heet ChocoWorld. ChocoWorld.nl. ChocoWorld.nl. Is nog niet actief op dit moment, die wordt heel druk gebouwd, hè? Ja, er wordt heel druk aan gewerkt, we zijn hem helemaal aan het renoveren. Hij zit nu nog in het oude jasje. Maar men kan wel bestellen nu? Men kan gewoon bestellen. Alles is operationeel. Het werkt gewoon. Alleen we willen gewoon even een frisse wind erheen laten draaien. Om dus het helemaal up-to-date te maken. Dus als ik een lolly wil met het gezicht van de burgemeester erop of van mezelf, dan kun jij die maken? Ja, kunnen wij die maken. Een bonbon ook? Ja, maak niet uit. Een hartje op de buik van een beertje, een chocoladebeertje? Een hartje, een lolly, een beer, ja, noem maar op, een figuur met een foto. Een groot chocoladehart, een klein chocoladehart. We hebben chocoladekaarten, kleine chocoladekaarten. Een kerstbal met een foto erop, een kerstklok met een foto erop. Alles wordt dan weggestuurd, hè? Veilig in de bubble wrap. Alles wordt is allemaal zo aangepast, alles door de brievenbus kan. Zijn het meerdere producten, dan wordt het een pakketverzending, maar anders wordt het een brievenbusverzending. En dat kan gewoon bij de mensen de volgende dag ligt het in de brievenbus. En het komt heel aan. Oké, nou ben ik benieuwd of ik dat ook kan. Bijvoorbeeld een mooi beertje maken. Ik heb net zo'n beertje heb je op de verzending gedaan met een hartje. Ja? Met een leuk foto erop van een jonge dame. Kan ik dat ook? Ken hij ook. Zullen we eerst eventjes, voordat we dat gaan doen, dan moet ik natuurlijk even geïnstalleerd worden. Ik moet een schort aan. Een schortje dan? Een schortje aan. Dan gaan we eerst even kijken naar even een mooie introductie van jouw bedrijf. Een mooi videofragment wat we hier gefilmd hebben. Ja, dat is prima. Is goed. Dan gaan we zo meteen even met elkaar een beertje maken. Blijf kijken.
sta hier bij een tempereurmachine. Dat woord heb ik onthouden. Dat heeft natuurlijk te maken met de temperatuur. Om de chocola op een bepaalde temperatuur te krijgen. Zodat we ermee kunnen doen wat we willen. Hier liggen al twee mallen. Joost wordt nu even uw presentator. Die gaat de microfoon vasthouden. Want ja, dat is een beetje moeilijk. Joost, mag ik je uitnodigen om dat even te doen? Zo? Hoe heet ik nou als ik chocolade maak? Ben ik dan een chocolatreur? Een chocolatier ben je. Chocolatier. Ik ben een chocolatier. Hollandier. Hou was. Ja, simpel gezegd chocolademaker. Nou, er moeten elementen gemaakt worden, hè? Dus het beertje dat heeft verschillende elementen. Want alleen maar chocolade is natuurlijk niet mooi. Dus dat wordt het gekleurd ook weer met echte chocolade. Het neusje gaan we wit maken. Dan zien we eigenlijk hier zo een dotje. En aan de andere kant heb ik daar de goede te pakken eigenlijk, de goede mal. Dan moet je de andere helft pakken, want deze mal bestaat uit twee helften. Ja, oh ja, die bestaat uit twee helften. Dus, en het staartje. Dat is een heel lief. Een heel lief. Waar is een beertje? Ja, ik heb er niet zo'n echte hand voor, Joost. Nee, maar ik hoop dat je heel precies hoor. Oké, het is puur voor de kleuren. Ja. Heb je het goed gedaan zo? Ja, zo is prima. We kunnen nou voor de pure machine even kijken of we nog wat andere dingen in het pure kunnen accentueren. Ja, oogjes, bruine oogjes. Bijvoorbeeld. Ja. Eigenlijk is het gewoon een klein kunstwerkje wat je gaat maken, dus de oogjes. Kijk, wat ik nou heb gedaan, dat is natuurlijk niet mooi, hè? Dan zie je een sliertje. Die kan ik nog weghalen zo meteen, hè? Ja, dan kun je met een daak even met een tissue kunnen we even wegvegen. Ja, want anders zie je dat lijntje lopen, want het is natuurlijk een pure chocolade. De elementen heb ik nu, hè? Ja, die zijn zover klaar. Nou, de elementjes die zijn gedaan. Dus dat betekent eigenlijk gewoon dichtmaken. Maar dat is natuurlijk niet stevig genoeg, hè? Dus dan... Nee, dan moet je hem om de mal bij elkaar te houden, want dan moet je hem daar even volgieten. Doe het eigenlijk waar ik vandaan kom, van de markt, met een paar marktklemmen even vastzetten. Het is maar voor de stevigheid even. Oké, okay. Zal ik het doen? Ja. Aan de zijkant denk ik, hè? Aan elke zijkant een klemmen zetten. Oké. Okay. Deze kant ook, ja, dat is niet zo heel erg moeilijk. Hoppatee. Nou hebben we eigenlijk een complete mal. En nou gaan we de melkchocolade opvangen. Tot hoever mag dat ongeveer? Kijk maar hoe ver dat je hem vol kan krijgen. Het beste is om hem zo vol mogelijk te krijgen. En dan ga je met een draaiende beweging, laat je hem eigenlijk weer leeglopen. Ah, oké. Okay. Succes. Ja. En hoe bedoel je tot de volume kan krijgen? Oh, hij gaat natuurlijk leeglopen. Oh ja, ik zal een beetje draaien naar de camera. Kijk, volle kan hij niet, want dan loopt hij in principe leeg. Zie je dat? Dus dan haal ik hem er toch maar uit. Ja, nou wil ik hem wel. Laten trillen, dat hij echt goed erin zit. Dus dat betekent dat de knop aangaat en dan zit hier een trilmachine. Daarom houden we vrouwen zo van chocolade. dit is een getrilde chocolade. Nou, dat is eigenlijk al genoeg dit, hè? Dit is voldoende. Dus nu pak ik hem, ga ik hem... Ja, ik moet even met de camera. Ik wil het even bij de camera. Dus ik moet eigenlijk alles pakken. Zodat die overal gelijk is. Die is goed. De triller staat nog aan. Dus ik laat hem nog even leeg trillen. Is dit genoeg, Joost? Ja, maar. Nu zien we eigenlijk al die elementjes die ik gemaakt heb aan de voorkant. Die zien we terugkomen. Kijk, donkere oogjes, wit neusje. Dan ga ik hem uit laten lekken op dit. Nou, inmiddels hebben we hem voor de tweede keer gegoten. Nou, dat eerste gieten, dat heb ik al laten zien. Dat is niet zo spannend om dat voor de tweede keer te laten zien. Uiteindelijk heeft hij nu ongeveer een kwartiertje, een kleine 20 minuten in de koeling gestaan. En nou zou hij goed moeten zijn. Ja. Dan moet hij goed zijn, ja. Oké, we gaan eens kijken. Kunnen we dat ook zien? Dat hij uitgehard is of dat hij nog even moet blijven liggen? Kijk, je kunt dus zien dat de chocola hard aan het worden is. Alleen,
Ik ga er voorzichtig met mijn hand in en daar zit nog aardig wat warmte, dus hij is nog niet koud genoeg. Oh, dus we moeten nog heel even wachten? Ja, we moeten verder uithouden. Oké, okay. En dat doe je eigenlijk ook met de letters die we hier hebben. Dus we wachten nog even een kleine 5 minuten. Ja, ja. Oké, okay. Nou, geduld als je dus met chocolade bezig bent. Het is natuurlijk een mooi vak, maar het moet wel goed zijn. Niet dat je straks een ingedeukte beer krijgt, daar hebben we niks aan. Nou, uit inwendig onderzoek is gebleken, ik ben er ook even ingegaan met mijn hand, dat het niet meer warm is. En koud, dus we gaan hem nu even op dat werkblad uit elkaar halen. Even kijken. Mag ik hem hierop leggen, Joost? Ja. Spannend. Als het goed is, blijft hij nou aan één kant in de mal hangen. Ja. Oh, ik zie hij is wel mooi, hè? Hij is mooi gaan glimmen. Dan leg je hem met zijn rugje op het blad neer. Zo. Andersom. En dan pak je hem hier aan de onderkant. Buig je de mal naar buiten toe en als het goed is valt hij eruit dan. Ik zie hem, ik zie inderdaad al. Ja, er komt lucht onder en op een gegeven moment komt hij eruit. Ja, ik ben er toch nog een beetje bang voor dat ik hem breek. De mal breekt niet, hoef je niet bang te zijn. Zal ik het eens proberen? Daar is hij. Ik deed het verkeerd, ik drukte, dus ik moest hem eigenlijk aan de zijkant eruit trekken. Kijk eens. Heb ik een mooi beertje gemaakt of niet? Ja, ik vind het een heel mooi beertje. Mooi staartje. Ja, leuk. Ik ga hem afmaken, want er is een bestelling. Beertje kollegol. Beetje, nou, ik vind het een beetje op jou lijken. Ik heb ook een kaal kopje dat we niet flappen horen. Dat is goed. Hé, ik heb hier een bestellijstje. Ja. Vincent van de Veenhouwerzeel, die heeft een fotootje meegestuurd. Nou, we hoeven natuurlijk allemaal niet te weten wat hij ermee bedoelt, maar het hartje, dat gaan we natuurlijk op het beertje zo maken. Hoe ga ik die vastmaken, Joost? Met het kwastje waar we eigenlijk de oogjes mee gedaan hebben. Wit? We brengen dadelijk aan de achterkant van het hartje hier 2 moppen chocolade aan. Ja. En dan plakken we hem hier zo vast. En gewoon erop duwen en dan laten liggen. Als je de beer nou met zijn oren hier op het randje van het blad neerlegt, blijft hij mooi stil liggen. Ja. En dan kun je het hartje pak je vast en dan doe je chocolade aan de achter op die hoekjes op en okay. Dan pak je hem op zijn buik vast. Nou, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Dat is aan de bovenkant van de ronding van het hartje. Ja. En er moet maar dat moet wel zo'n mop zijn dat hij er niet, ja, mag een, er niet uitkomt, hè? Want dat is natuurlijk... mag een lekkere klot er bovenop. Zo? Ja, en aan de rand ook als het kan. Maar komt die chocolade er dan niet bovenuit? Nee, dat blijft wel hangen. Doe er maar wat meer op. Nog meer? Ja. Ik ben namelijk bang, vroeger met lijm was dat ook altijd zo, dat hij dan... Zoiets? Ja, dat is prima. Oké, okay. Nou gaan we terug. Dan moet ik hem wel zo neerleggen dat ik zijn kinnetje niet... Nou ligt hij vast. Hij moet natuurlijk ook uitharden, dat wordt een onderdeel daarvan. Als hij straks klaar is, dan ga je hem inpakken. Ja, dan komt er een mooie cellofaanzak omheen, ja. Met een strik. En dan gaat hij in de noppenfolie en in de verzendverpakking. Ja, deze komt nou via een andere website, want jullie leveren aan bijna heel de wereld, hè? Ja, onze producten gaan zo'n beetje heel de wereld over, ja. Wij leveren nou op het moment dan een 4-5 websites in opdracht. Er zit onze eigen webshop zit er natuurlijk ook bij. Chocolade, wat was het? Chocoworld. Chocoworld.nl. Chocoworld.nl is onze eigen. En nu hebben dus de mensen hebben dus die foto geüpload. Naar jou? Ja, die foto komt via de webshop, wordt die geüpload. Die komt automatisch bij ons op een orderformulier binnen. Ik heb hier een voorbeeldje. Dit is bijvoorbeeld een print die we hebben gemaakt. Dit is eetbare inkt? Dit is eetbare inkt. En waar wij in geprint hebben, dat is, kijk waar ik mijn duim nou weghaal, ja. Zie je? Dat is heel fijn suiker met cacaoboter. Oh, dit? Ja. Oh ja. En dit is ook, dit blijft dus staan, dit losstaanig ook helemaal op in de chocola. En dit is de achterkant. Je ziet alles wordt in spiegelbeeld geprint. Ja. En dat dan ook weer door de warmte of zo? Nee, door het koelen. Oké. Okay. Dit werkt precies andersom. Normaal zou je zeggen suiker en die cacaoboter dat lost op door de warmte. Maar door het koelen gaat namelijk in de chocola gaan de suikers uitkristalliseren. En dan neemt hij de ingrediënten die in chocola zitten, neemt hij op. Nou, die cacaoboter en die suiker, dat is ingrediënt van chocola. Dat lost op. Dat zie je niet meer. Dus je hoeft niet te knippen. Dat zie je niet meer. En het restant. De kleuren blijven. De kleuren, die eetbare inkt,
is geen ingrediënt van die chocola. En dat komt als een filmlaag, zeg maar, op die chocola te zitten. Dat zit er gewoon aan vast. Kun je ook hier zien, want hier kan je gerust overheen wrijven. Ja, ja. Daar wrijf je er ook niet vanaf, hè? Nee. Daar zit er helemaal in. En daar rondomheen, daar zat dan eigenlijk die grijze suikerlaag. Ja, en die is helemaal weg, die lost helemaal op. Die is opgenomen door de chocolade. Wauw. Mooi. Ik ben nieuwsgierig, hij is bijna... Ja, ik durf hem niet aan te komen, hij zal nog even... Nou, je zit er maar rechtop neer, ik denk wel dat hij blijft zitten. Denk je? Jawel. Nou. Wat een prachtig eind. Hij heeft het mooi gemaakt. Een leuk eindproductje gemaakt. Ik ga de volgende keer, als ik het nog een keer doe, ik heb nou van die witte oogjes, doe ik eerst een heel klein puntje puur en dan wit. Want dan heb ik een echt oogje. Ja, natuurlijk. Maar ik zou graag willen de volgende keer, kom mijn kerstmis even helpen. Ja, ik ben bang voor niet. We zitten met onze topdrukte. Ja, wat moet ik dan voorstellen? Hoe ziet het er hier dan uit? Oké, we hebben nou dus een, vandaag hebben we dus een 40 à 50 opdrachten. Het is weer rustiger, maar in oktober begint het. En november, september gaan we echt richting 400-500 opdrachten per dag. En met Pasen? Pasen, ja. Vergelijkbaar met kerst of is Pasen minder dan kerst? Vroeger was Pasen beter als kerst. Alleen de tendens is bij ons echt helemaal naar Sinterklaas en Kerstmis komen te liggen. En vooral de kerst. Kerst is gewoon, dat is dag en nacht werken. Nu heb ik zo'n mal gegoten. Ik heb mijn eerste beertje gemaakt. Hè. Kan ik ook zelf iets bedenken? Is een mal maken duur? Ja, de grootste kosten zitten in de mal maken. We hebben een aantal mallen hebben wij zelf laten maken. In opdracht. Voor een leverancier. Maar ja, dan praat je gauw over een... met verpakking alles erbij. Op een investering van 5.000 tot 8.000 euro. Voor één mal? Ja. Ja, het kijk, maar die mal die reproduceert dan weer allemaal nieuwe mallen. Dus eenmaal het beertje, maar daar kan ik dan heel veel mallen uitmaken. Als je dus het beertje, kijk, het beertje is een bestaande mal geweest. Maar stel wij hadden het beertje zo willen hebben, dan moest er eerst een matrijs gemaakt worden. Nou, een matrijs kost zitten tussen de 4.000 en de 5.000 euro. En dan komen de kosten van de mallen nog bij. Nou, met één malletje, kijk, je maar één beertje maken. Ja, als je 20 beren per dag moet maken, bijvoorbeeld met Valentijn, dan draaien we 20, 30, 40 beren per dag. Ja, dan kan je niet met één mal gieten. Dus dan moet je ook een 10, 20 mallen hebben. Ja, dus ik snap hem. Kijk, onze investering zit echt in het mallenwerk. Doe niet zo mal. Nou, een beetje.